Goedemorgen mensen, het is vandaag 12 maart en het is nu bijna 9:30 en ik ben mijn haar aan het stylen. Moet je het verschil zien? Ook qua hoe het gewoon eruit ziet. Ja, het licht is ook niet optimaal trouwens, maar mijn camera staat later, dus ik kan hem niet pakken. En ja, mijn haar is een beetje oranje. Oh ja, vandaag ga ik naar de Noordergitaardag met mijn vader. Wat ben je zielig, Poes? Net alsof je nooit eruit mag. Ja, maar dit is niet zo. Jij mag zo vaak eruit. Te vaak. Ik wou Nala eigenlijk altijd binnenhouden als binnenkat. Maar ja, ze wilde zo graag naar buiten. Maar ik vind het toch gevaarlijk. Want ze komt een dikke auto aan. En denkt Nala, spelen, rennen, chillen. En dan wordt ze overreden en dat vergeef ik mezelf nooit. Is die zo schattig? Hoor je dat geknor? Ik weet niet of het te horen is op de camera. Je bent een knorretje. Wat op onszelf. We in de 50ste vlog acteren. Nee, je acteert niet in de vlog. Oh nee, ik acteer niet. Hoe heet het dan? Gewoon jezelf zijn. Ook ik ben mezelf vandaag. Yeah. En daar ook op mijn coole Blues Brothers zonnebril op, want we gaan naar de gitaarbril. En hoort dat zo. Okay. Ja. Ja, inderdaad. Lijkt me voorjaar. Ja, dat is het ook. Toch? Volgens de voorjaarsvakantie ook, toch? Nou ja, het is voorjaarsvakantie geweest. Het lijkt me wel dat dat plaatsvindt in het voorjaar. Oh ja. Dat is wel een logica, hè? Ja. Turn left. Tegenliggen. Nou. Ja, dus soms zit het vol om hot. Ik heb hem even. Ja, maar dat is niet mooi. Dan zie je voor de helft zon. Oh ja. Kijk aan, man, de biel. Oeh, bijna een ongeluk. Dat staat er dan net weer niet op, hè? We rijden inmiddels op de Friesestraatweg en we zijn onderweg naar de Noordergitaardag in Zuidbroek. En het is de 5e keer dat dat plaatsvindt. Is het per jaar? Ja. Jawel, hè? Elke keer een maat, denk ik. Ja. Jij hebt daar toch een keer gestaan? Ja, maar ja, maar het was niet mijn stand. En toen gingen we daar staan en wat gingen we toen ook weer doen? Gitaren verkopen. Ja, nou ja. Maar nu gaan we dus gewoon heen om gewoon rond te lopen en even te kijken. En even te filmen. Moet ik nog wat vertellen? Het is een lustrum. En jouw vlog is ook een lustrum, hè? Oh ja, zo heet dat. Ja. Ja, want het is de 50ste vlog en de 5e keer dat het Noordergitaardag is. Applaus. Rock and roll. Ja, dit is letterlijk rock and roll. Hoezo? We rollen een rondje. Ja, daar is het. Dat is een bord? Ja, best wel. Als je die moet stemmen. Dat wordt een drama. Ik zat hier aan te kijken. Als je die wil stemmen, wordt een drama. Ik zou ook niet zo moeilijk zijn hoor. Ik wil niemand bij jullie stand weglokken, maar ik hoop als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in een geweldig gitaarspel.
staat hier al die gitaar. Zo'n groene en dan ga ik daarmee op het podium. Het is inmiddels 12 uur en we zijn even aan het koffie drinken nu. Ja, dat kan niet ontbreken in de 50ste vlog. Nee, dat is ook zo. Goedemiddag. Wat wel oldschool is met de overdrive die ik gebruik, als je teruggaat, wordt het heel mooi clean. We zitten nu weer in de auto. Hoe laat is het? 1:15, gok ik zo. En we hadden het wel gezien. We hebben alle stands en zo bekeken. Om hoe het ook heet. En we wilden nog even een optreden kijken, maar het was meer een demonstratie van het geluid. Van de versterker, geloof ik. En we gaan nu weg. En we gaan nog even naar het blokken. Als je het er nog mee eens bent. Ja hoor. Want ik heb een nieuwe stofzuiger nodig. We zijn nu in Paddepoel en we lopen naar de blokken. Loop gewoon langs. Ja, dat doe ik ook. Goed, gaan we door. Oké, klaar. Oh. Het is inmiddels 4:30. Hé, hey, Rudy Brinkman, kom terug. Nee. Je moet toch zeggen wat je van de Noordergitaardag vond? Ja, was heel leuk. Ja. Oké. Okay. Dat is ook erg spontaan, hè? Ja. Heel spontaan. Ja. Nou goed, het is inmiddels 4:30. Ik ga nu alvast de vlog afsluiten, want ik ga de vlog bewerken. Maar jullie hebben toch wel genoeg om te zien, denk ik. Alle dingen van de Noordergitaardag en mijn stofzuiger. Dus, oh ja, nog even wat ik wou zeggen. Het was in Paddepoel niet gelukt, want ze hadden daar niet zoveel liggen. Dus toen gingen we naar Zuidhorn en toen gingen we daarna de blokken. Wat ben jij aan het doen? Ik film jou. Wat film je mee? De vlogger aan het vloggen. Hoe ik aan het vloggen ben. Ja, leuk hè? Ik film jou. Okay. Ik film jou. Oké. Okay. Nou, goed. Dat is een leuk slogan. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot in de volgende video.